Hartelijk welkom bij Bertjes Politieke Barometer, the great comeback in 2024. Het is vandaag dinsdag. Dat betekent dat het tijd is voor het vragenuur met prangende kwesties uit actuele nieuwsberichten. Ja, dank voorzitter. Prostitutie op het toilet, drugshandel, rivaliserende bendes die met elkaar vechten in de gangen en steekpartijen achter het fietsenhok. Het is niet het script van een slechte budgetfilm. Het lijkt de dagelijkse praktijk te zijn op onze middelbare scholen. We zijn op het schrikbarende punt gekomen dat dit soort zaken in het onderwijs normaal zijn geworden. 2 weken geleden nog debatteerde onze Kamer over veiligheid op scholen, mentale veiligheid, pesten, dat soort dingen. Maar eigenlijk had dat debat ook dus moeten gaan over wat we nu in de krant lezen. Over prostitutie, wapens, drugs en geweld. Het aantal signalen van sociale en fysieke onveiligheid is in 2 jaar tijd, en ik laat u even zien hoe dat er dan uitziet, is verdriedubbeld. Dat zijn schrikbarende getallen. En hoe heeft het in vredesnaam zo ver kunnen komen? Onderwijsexperts die zeggen zelfs, de straatcultuur is de schoolmuren binnengekomen. En ze spreken van verharde omgangsvormen van criminaliteit. Op bijna elke school is drugsverkoop een probleem. Sommige scholen moeten zelfs overdag hun deuren sluiten om drugsdealers buiten de school te houden. Jongens van rivaliserende bendes vechten met elkaar in de gangen en krijgen een gebiedsverbod terwijl ze samen op dezelfde school zitten. We horen verhalen van nepwapens die mee worden genomen naar school. Voorzitter, de leraren lopen de scholen uit en de penose loopt naar binnen. Ik schaam mij diep dat dit soort malafide praktijken het Nederlandse onderwijs zijn binnengedrongen. En dat wij niet in staat zijn om veiligheid te garanderen op die plaats waar bij uitstek veiligheid gegarandeerd zou moeten zijn. En ik schaam me niet alleen, voorzitter, ook als vader van een jong kind denk ik dat ik mij samen met vele andere ouders van kinderen ook ongelooflijk veel zorgen maken. En ik wil de minister dan ook met klem vragen om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de grafiekjes, zoals ik u die net liet zien, omgekeerd worden. Dat ze het jaar hierop en het jaar daarna en het jaar daarna er beter uit gaan zien. Voor nu een aantal concrete vragen. En ik begin met de eerste. Heeft de minister scherp waar deze criminele activiteiten plaats hebben gevonden? En is daar een patroon in te herkennen of is daar een zwaartepunt uit aan te wijzen? Dat is mijn eerste vraag aan de minister. En wat is daarop uw antwoord? Dank u wel. En ik moet zeggen, ik deel de zorgen van de heer Soeboer. En ik vind het ook verschrikkelijk dat al deze ellende onze scholen binnenkomt. Want net zoals de heer Soeboer zei, onveiligheid is overal, maar juist ook op school, volstrekt onacceptabel. Ieder kind moet zich veilig voelen, omdat veiligheid een basisvoorwaarde is om überhaupt tot leren en verdere ontwikkeling te kunnen komen. Maar ik zeg er ook bij, helaas zien we die verhuftering en verharding breder in de samenleving. En wat de onderzoekers ook al aanstipten, die verhuftering en verharding, ik zeg het verkeerd, verhuftering en verharding, die dringt helaas ook onze scholen binnen. En ik moedig scholen dan ook aan bij ernstige veiligheidsincidenten contact te zoeken met de politie en bij strafbare feiten direct aangifte te doen. Scholen kunnen bij het calamiteitenteam van Stichting School en Veiligheid terecht voor ondersteuning bij acute crisissituaties en veiligheidsincidenten. En zij helpen de schoolleider en de leraren in het hele proces. En tegelijkertijd, en dat maakt het ook ingewikkeld. Afgelopen vrijdag sprak ik bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst met een zijinstromer, Desiree heet ze. En zij gaf bij mij aan dat ze bij veel kinderen, voordat ze überhaupt aan leren toekomen, dat zij moet beginnen met opvoeden. Dus wat ik ook heel nadrukkelijk zou willen zeggen hier, is dat wij scholen moeten helpen en leraren moeten bijstaan, schoolleiders moeten bijstaan, maar dat het een breder probleem is en dat ik dus ook een appel doe breder in de samenleving. En dan concreet op de vraag van de heer
Soeboer over zicht op hoe het precies zit. De incidenten, de plaats waar incidenten hebben plaatsgevonden, die verschilt. En ik heb op dit moment geen volledig zicht op of deze incidenten op school, op het schoolplein of daarbuiten plaatsvinden. Ik vind het een heel terechte en belangrijke vraag, want dit wil ik zelf ook weten. Uiteindelijk is het belangrijk om dat scherpe zicht te hebben. Die informatie heb je nodig over de incidenten om tot een meer gerichte aanpak te komen. En het wetsvoorstel Vrij en Veilig Onderwijs, het wetsvoorstel dat in voorbereiding is, daarin regel ik onder andere incidentenregistratie voor veiligheidsincidenten en een meldplicht voor ernstige veiligheidsincidenten, waarmee dit beeld er wel komt. Zo krijgen scholen en inspectie beter zicht en kunnen ze gerichte stappen zetten om herhaling te voorkomen. Ja, goed, dan eerst maar even een andere vraag misschien, want u heeft het over de oorzaken en die zijn breder. Ik wil u toch vragen, wat zijn nou volgens u de concrete oorzaken van wat we hier zien, van deze cijfers? De toename in getalen en de toename in ernst in het onderwijs. En dan niet alleen, het leeft breder in de maatschappij. Ik wil graag een aantal concrete oorzaken van u horen, van u zegt, dat speelt in het onderwijs. Waarvan de minister zegt, dat speelt in het onderwijs. Ja, voorzitter, dan herhaal ik toch nog. Wat we op dit moment zien, is dat die bredere tendens die we in de samenleving ziet, dat die ook gewoon de scholen binnenkomt. Daarnaast zien we dat leerlingen sinds de corona-epidemie, pandemie moet ik zeggen, minder gesocialiseerd zijn en dat er vaker sprake is van grensoverschrijdend gedrag. En ik vind het zelf heel belangrijk dat we meer duiding krijgen over de cijfers die we in dat RTL-artikel hebben gezien. En daarover ga ik ook in gesprek met de inspectie. En ik zal de Kamer hierover informeren. We hadden onlangs een debat op 15 mei. Toen hebben we gesproken over veiligheid op scholen en meer specifiek ook over geweldsincidenten op scholen. Daar zoomen we verder op in. En in de Kamerbrief die voor de zomer naar de Tweede Kamer komt, naar u toe komt, ga ik daar verder erop in. Wat ook goed is om te vermelden, dat we samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met gemeente, politie en andere partners, hard werken om de criminalisering van onze jeugd tegen te gaan. Bijvoorbeeld met het programma Preventie met Gezag en het actieplan Wapens en Jongeren. Ja, ik ga er toch even op door, want u zegt het is een bredere maatschappelijk. De minister zegt. Ik probeer u iets te leren, namelijk spreken via de voorzitter. Oh, excuseer, voorzitter. Ja, de minister. Ja, oh, ik begreep je helemaal verkeerd. De minister zegt dat inderdaad, dat het een breder maatschappelijk probleem geweldig is, voorzitter. U bent een snelle leerling. Dank u wel, voor de terechtwijzing. Dat zegt de minister. Heeft de minister dan ook verder gevraagd wat dan de maatschappelijke oorzaken daarachter zijn? Heeft de minister dat scherp? Of is de minister bereid dat ook uit te gaan zoeken? Voorzitter, ik ben bereid alles te doen om dit tegen te gaan, want het is totaal onacceptabel dat de plek die bij uitstek veilig moet zijn voor leerlingen en leraren, dat daar dat geweld binnenkomt. Dus wat wij kunnen doen om die geweldsincidenten tegen te gaan en te kijken hoe die ontwikkelingen in de samenleving binnencijpelen in de school en hoe we dat een halt toe kunnen roepen. Ik ben absoluut bereid om daar verder in te duiken. En de eerste stap is om meer zicht te krijgen op de incidenten die nu al plaatsvinden, door met de inspectie daar verder in te duiken. Kijk, in die zin is het ook, het is natuurlijk verschrikkelijk dat het gebeurt. Het is verschrikkelijk dat die grafieken zijn zoals de heer Soepboer liet zien. Tegelijkertijd is het ook belangrijk, daar ben ik dan in zekere zin blij om, dat het wel terechtkomt ook bij de inspectie. Want dat is de enige manier waarop wij er vat op kunnen krijgen en dat we deze problemen kunnen adresseren. Dus dat is inderdaad de vervolgstap die we heel snel gaan zetten. Voorzitter, de minister zegt een aantal dingen die zij kan doen, brieven sturen, we krijgen een onderzoek en daar ben ik heel erg blij mee, dus zeer erkentelijk, mevrouw de minister. Maar ik wil u toch vragen, heeft u nog andere gereedschappen die u op dit moment in kunt zetten, misschien wel wat hardere gereedschappen, om te zorgen dat dit beeld gaat kantelen, zonder al de onderzoeken? Dus nu. Ja, voorzitter. Kijk, ik zie dit als een aanmoediging om verder te gaan met een aantal zaken waar we nu al mee bezig zijn. En dat is de samenwerking met gemeenten, de samenwerking met politie, de samenwerking met instellingen zoals HALT, om ervoor te zorgen dat jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan, nou liever voorkomen is altijd beter dan genezen, maar op het moment dat het misgaat, dat we dan harder
kunnen ingrijpen en de juiste dingen kunnen doen om uiteindelijk alle leerlingen te beschermen, om leraren te beschermen en ervoor te zorgen dat dit kwaad onze scholen niet inkomt. Ik zou er nog één ding aan willen toevoegen, dat is ook wel een punt, want daar gaat ook een zekere werking van uit. Hè. Ik heb scholen vaker opgeroepen om in geval van ernstige incidenten, geweldsincidenten, om aangifte te doen. Sommige scholen zijn daar terughoudend in. En dat kan redenen hebben, want soms wil een slachtoffer ook niet dat er aangifte wordt gedaan, omdat er dan ook weer een heel traject gaat spelen. Maar tegelijkertijd zeg ik tegen die scholen die dat doen, omdat ze bang zijn voor reputatieschade, omdat ze liever bepaalde zaken onder het tapijt willen schuiven, zeg ik kap daarmee en doe aangifte. Want daarmee geef je een signaal naar de dader, naar de slachtoffers, naar scholen en naar de samenleving als geheel. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je duidelijk maakt dat wij alles doen om op te komen voor slachtoffers. En dat misdadig en slecht gedrag, dat dat onacceptabel is.